illimité, avec son extra 330, un avion conçu. Arming it straight up to the sky in that beautiful airplane. I love the bright colors, the red and yellow. Taking us into a beautiful. Oh, here we go. The snap rolls at the top of the blue. Het is zelfs raar. Hij schrijft hier in zijn programma wel, na het opstijgen kan ik eerst een Cubaanse acht uitvoeren om hoogte te winnen. Het mag echt maar uit hoeveel kracht eruit gaat van deze motor van 315 pk. Andere toestellen moeten eerst klimmen voordat ze acrobatie kunnen uitvoeren. Wel, hij klimt tijdens het uitvoeren van deze acrobatie. Dus ik ga samen heel kort vertellen, want het natuurlijk zo'n programma kan beter begeleid worden. Maar misschien gezien hier het stilhangen en dan uiteindelijk een tolvlucht uitvoeren van Stijn de Jager. Maar ja, weer een passie, de luchtvaart. Het vliegen. Wel, Stijn had een probleem, namelijk overgewicht. Hij woog 170 kilogram toen hij probeerde leerde vliegen. Natuurlijk, eens dat hij leerde vliegen, werd hij gepassioneerd. Wel, het gewone rechttoe vliegen en kleine bochtjes maken is niet genoeg. Ik wil verder gaan in de luchtacrobatie. Hij heeft de kans om een pits te kopen en ja, raar maar waar, hij kon er niet in, hij kon fysisch niet in het toestel. Dus hij was dan verplicht om gewicht te verliezen. Hij verloor een beetje gewicht op een beetje. Van 330. He loves this aircraft, loves flying it, doing a great job, and that's why they call him the flying nurse, because his personal company is at-home nursing care. Well, nu dat we Stijn een beetje voorgesteld hebben, gaan we toch een beetje naar zijn programma hier. We zien hier dus een 4-punt scroll. We gaan nu een halve Cubaanse acht uitvoeren. Snelheid 0, dit mag op de tonen van kijk en een tailslide. Tot de snelheid 0, van 0, dat wil zeggen de zwaartekracht gaat het toestel terug naar de grond trekken. Tailslide omdat hem eerst over de staart natuurlijk naar beneden valt, maar natuurlijk door het gewicht in de neus komt de neus naar beneden en uiteindelijk kan hij dan aanvliegen, aanduiken, snelheid opnemen voor de volgende manoeuvres. Nou, 100 jaar, 7 jaren, hallo. Ja, maar je wart toch daarvoor nogmal samen en schon mal en immer wieder. Die 100 Jahre kommt schon vor. Also, muss man auch nicht. Das macht keinen Sinn.
Wir haben jetzt auch gehört. Kinder kriegen wir keine mehr. Wir wollten das nicht. Aber wir müssen ja mal Selbst den haben wir noch nicht mal.